kunnen zien, is deze vlog in een wat andere setting dan normaal. Maar ik wil deze vlog eigenlijk gewoon even starten. Ik wil jullie graag vragen om feedback en om ideeën. Want tot nu toe heb ik om de 2 weken 1 vlog gemaakt. En ik wou eigenlijk eerst elke week 1 vlog maken. Maar dat komt omdat ik niet altijd de tijd heb om zeg maar een trip te maken met de fiets. Omdat er gewoon dingen op de boerderij moeten gebeuren. Bijvoorbeeld echt net is er bijvoorbeeld weer een kalfje geboren. En dan moet ik gewoon stand-by staan om gewoon te kunnen helpen wanneer dat moet. Dus daarom zou ik het zeg maar chill vinden om gewoon wat ideeën te krijgen van jullie. Weet je, laat ook in de, gewoon, laat me gewoon weten van hey, de vlogs mogen langer, doe ze juist korter. Of toen, weet je, ik vind het ook prima om meerdere kortere video's te zien in plaats van één hele lange. Dan kan ik dat ook gaan doen. Maar wat ook geen bijvoorbeeld een challenge voor wat ik dan kan doen in het weekend. En dan kan ik dat gewoon, is er elke week weer een vlog of zo, weet je, of dan. Ja, dan heb ik gewoon iets om te doen en dan ga ik nu even iets doen aan al dit schaamhaar op mijn hoofd. Ik ga mezelf knippen vandaag, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Hey, what up? Ik ben chagrijnig, want ik heb net al een half uur opgenomen. Toen bleek het dat mijn telefoon een idee en is alles wat ik zeg maar net allemaal heb verteld, is niet opgenomen. Dus ik moet het nou weer allemaal overnieuw doen. Maar, ik pak er even een dekentje bij, want het is koud. Ik heb dus mezelf net geschoren en geknipt en het ging fout, want ik wou. Nou, ik denk van weet je, ik houd hier wat langer en dan veer of zo wat ik film, maar ik schoot uit en nou heb ik dit. Het enige wat ik zeg maar kan doen is een soort van hanenkam maken. Ja, ik weet nog niet echt wat ik ermee ga doen. Ik denk dat ik gewoon moet wachten tot dat gewoon de rest gewoon weer een beetje is aangegroeid, zodat het er weer een beetje normaal uitziet en voor de rest van de tijd zal ik gewoon maar een pet dragen. Ik bedacht me trouwens van, weet je, als ik nu toch al bezig ben, kan ik net zo goed de bovenkant eraf afknippen. Maar dan wil ik jullie, jij die nu kijkt, wil ik graag een challenge geven. Want de vorige vlog nummer 2 had 30 mensen die had gekeken. Dus ik denk dat het wel redelijk is om te vragen of als 20 van die mensen klikken op dat duimpje van de like, dan scheer ik gewoon de rest ervan af. Dat vind ik een goede deal. Maar waar ik het over wil hebben is, ik zit nu al langer dan een maand in Noorwegen. En ik wou dus even gaan vertellen hoe het tot nu toe was. En maar bijvoorbeeld de verschillen tussen Noorwegen, dit landschap al. Er zijn veel bergen en veel water en veel natuur, veel bomen. Een van de grappige verschillen vind ik wel dat ze hier in Noorwegen, tenminste hier op het platteland, de verschillen zijn vooral op het platteland, want in de stad kom ik niet echt. Wat wel in de stad zo is, is dat heel veel schoon is. Zeg maar in de steden waar ik tot nu toe ben geweest, nergens ligt vuil op de grond. Iedereen gooit al zijn afval gewoon weg. Een van de grappigere verschillen vind ik, tenminste dit heb ik zo nog nooit eerder in Nederland gezien, maar dat is dat zeg maar alleen op zaterdag eten de mensen snoep. En drinken ze een colaatje of een biertje of zo. De rest van de doorweek is niet. Ook niet op een zondag, want dan is het kerkdag. Wat ik ook heel chill vind aan Noorwegen is dat ze gewoon dropjes hebben. Dus ik kan gewoon drop eten. En het is goede drop. Het zijn lekkere dropjes. Dus dat is. Ja, ik bedoel. Je ziet ook dat mensen heel erg actief zijn en ook kinderen zijn heel erg actief. Er komen heel veel buiten, komen graag buiten. Er is natuurlijk heel veel natuur, maar ik heb het idee dat je dat in Nederland iets minder vaak ziet. En hier is het ook zeg maar ongeacht het weer, gaan ze naar buiten om iets te doen. Kijk! Maar een van de dingen van Noorwegen die ik dan zeg maar een beetje of had onderschat en dan van het boer zijn, is op welke manier het zwaar zou zijn. Want ik dacht dat het gewoon puur alleen zwaar zou zijn omdat het je fysiek zwaar werk doet, maar het is ook mentaal uitputtend en fysiek tegelijkertijd omdat je weinig rust hebt. Want aan de lopende band moeten dingetjes gedaan worden. Je hebt nooit echt de tijd om na een zware inspanning even te zitten en even bij te komen en te herstellen. Je moet meteen weer door. En dat heeft op zich ook wel te maken met dit jaar, want het is tot nu toe niet zo'n heel goed jaar, want het heeft heel veel geregend. Waardoor al het gras nat is en dat kan dan niet gemaaid worden om hooibalen van te maken. En ja, zonder hooibalen is er geen voer voor de koeien, is er geen melk, is er geen geld. Dus dat is stressvol. Maar daardoor kan het wel zo zijn dat bijvoorbeeld deze week is het goed weer geweest. Dat je dan gewoon dagenlang tot diep in de nacht misschien
of tot ver in de avond bezig bent met het maken van hooibalen, omdat het misschien gewoon anders niet kan. En we hebben veel last gehad van aanvallen van roofdieren, van een lynx of van een wolf, dat is nog steeds niet duidelijk. Ze zijn inmiddels wel al gestopt, alleen daardoor zijn er ook wel veel dieren dood gegaan. En dat geeft ook weer extra werk en dat is dan ook weer stress en zo waar je mee door moet gaan. En bijvoorbeeld vorige week zondag had ik het. We hebben een koe met Down-syndroom of een andere handicap. En die was zwanger en die kreeg een kalf. En dat was voor mij de eerste keer dat die een kalf zou krijgen. En het was dus heel onduidelijk of daar complicaties bij zouden. Zeg ik dat goed? Complicaties bij zouden kunnen opspelen. Dus ik ben gewoon 2 nachten achter elkaar, gewoon rond 1 uur of 1 en 3 opgestaan om te kijken of het kalf al kwam. En voor de rest ook op dagen zelf gewoon om het uur even gaan kijken. En bij normale koeien hoeft dat zeg maar om de 3 uur, 4 uur is dat op zich ook wel te doen. Maar bij deze was het toch net iets anders. Je hebt niet echt het idee dat je uitrust, omdat het de hele tijd maar in je hoofd zit van oh, ik moet naar bij de koe kijken, oh, ik moet de lammetjes eten geven, oh, ik moet dit en dat doen. Je hebt nooit zoiets van oh, ik hoef eigenlijk niks. En dan zullen ongetwijfeld mensen zijn die kijken van ja, maar Jan, zo is het niet helemaal het leven als een volwassene. Maar ik heb het idee dat het op een boerderij toch wel net iets anders is. Ja, een ander ding is dat je als boer heel veel dood meemaakt, zeg maar ook. Dat had ik niet verwacht. En als je niet houdt van verhalen over bloed en ingewanden en dat soort dingen, dan moet je even hier klikken, want dan sla je dat even over. Maar ik heb in de tijd dat ik hier ben veel bloed en veel ingewanden gezien. Wat er dus kan gebeuren bij een koe is als die bevalt van een kalf, is dat de vagina te ver open staat. En dan terwijl de koe probeert de moederkoek naar buiten te persen, komt een van de 4 magen mee. En dat is dus gebeurd in mijn paar weken geleden. En ja, dat is heel gek, want ik zat gewoon op de wc en toen werd ik gebeld dat ik meteen moest komen. Dus ik kwam aangerend en toen lag er een koe met een maag die daaruit hing. En ja, dan komt de dierenarts. Dat had ik trouwens ook nooit gedacht. Ik dacht een dierenarts die vooral met dingen als honden of katten, als die een pootbreker, verbind je dat of zo. Natuurlijk wel meer, maar ik had er nooit bij verwacht dat je dan aankomt om zeg maar een maag bij een koe door de vagina weer naar binnen te drukken. Om dan vervolgens die vagina dicht te hechten zodat die kaas. Zodat die maag er niet weer opnieuw uit heeft. En voor de rest, door die aanvallen heb ik ook heel veel dood en heel veel zooi meegemaakt. Onder andere moesten we op de berg op zoek naar een kalf die was doodgemaakt. En dat was gewoon al heel goor omdat hij door gas opbouw in de maag was die helemaal opgezwollen. Er zat één klein gaatje in waar zeg maar alles uitgesputterd kwam. En we moesten op zoek naar een schaap. Die bleek helemaal opengereten te zijn. En zat gewoon echt een gat in de zijkant waar gewoon de ingewanden uit kwamen gevallen. En we moesten dat schaap zeg maar vanaf de berg naar een andere plek op de berg slepen. Waar een tractor kon komen omdat beest dan mee te nemen en dat is heel goor, die geur die je dan ruikt. Dat is de geur van dood en verderf die je dan ruikt. Soms zeggen ze dat in film. I'll have a better indicator once we get in, but right now it just smells like standard death. Ik weet niet hoe dat ruikt. Een ander ding dat wel echt in mijn geheugen gegrift zal staan, zijn twee dingen trouwens, is dat op een bepaald moment was er een lammetje dat was aangevallen door het roofdier. Nou ja, ik kwam zeg maar aan op een plek waar dat beestje even werd behandeld. Een van de collega's, een Bulgaar, die was zeg maar wol aan het wegknippen. En bij elk plukje wol dat weg werd geknipt, kwam er weer een nieuw groepje met malen tevoorschijn dat daar rondkroop. En steeds meer wol werd weggeknipt en steeds meer wonden werden zichtbaar. Maar op een gegeven moment was er gewoon een wond. Gewoon op de keel van het lammetje. En je zag gewoon duik, dat had gewoon, je zag gewoon een soort van tandafdrukken of met een klauwtje, echt van die strepen en echt gewoon wat gaten waar dan ook malen in zaten. En dat was best wel heftig om te zien. En een van de andere momenten is, dat was mijn eerste week dat ik hier was al, volgens mij, was er een koe. En
Maar die had dan gerend en er was dan iets fout gegaan en die had een poot gebroken. Op zo'n manier dat zeg maar echt het bot gewoon uit haar been stak. En die moest afgemaakt worden. Dat was echt een heel vreemd moment. Want de boer die had een soort van staaf met een drukknop. En als je dan op die knop drukt, dan schiet er een kogel uit. En die hou je dan zeg maar bij de schedel. En dan schiet je gewoon zo het kogelbrein in. Ik stond zeg maar af te wachten dat het zou gebeuren. En hij haalde zeg maar dat ding tevoorschijn. En het was zeg maar echt mijn gedachtegang was. Oh, en daar komt de bam! Weet je? Het was gewoon. Ik was er niet klaar voor. Hij slaat op dat ding. Ontploffing. Op een moment van het, dat hij gewoon echt dit deed, zakte dat beest gewoon door de knieën. En de andere persoon die er was, die kwam aangerend om de halsslagader door te snijden, zodat het beest gewoon meteen dood bloed eigenlijk. En toen werd de buik opengesneden en er werd zeg maar uit de baarmoeder een foetus gehaald. Van heel jong, maar wel oud genoeg om een hartslag te hebben. En dat is heel erg pijnlijk om te zien. Omdat je gewoon weet dat je kan zo'n beestje niet redden. Er is gewoon niks te doen en je weet dat het doodgaat. Maar het ligt er toch een soort van te leven of zo, weet je. En daarna wordt dat koelichaam meegetrokken en worden de ingewanden ter plekke eruit gesneden. Omdat je die nergens voor nodig hebt. En dan wordt dat karkas in de laadschep van een tractor, weet je, zo'n grote ding van de tractor gepleurd en dan moet je daarin gaan staan bij die dode koe om te zorgen dat die koe niet naar buiten flikkert. En dan even later sta je zeg maar die koe te villen voor, omdat je, ja, het is gewoon goed vlees, dus dat eet je dan. En ik merkte ook dat ik zeg maar een soort van emotionele band met van de overstap van dit is een dode koe naar dit is een lichaam wat je later, dit is vlees wat je kan eten, kwam op het moment dat het hoofd van het lichaam af werd gehaald. Het is heel, heel gek, is dat. Ik vind het op zich ook wel waardevolle ervaringen, want ik vind het wel belangrijk om gewoon het begin, nou zeg maar gewoon wat je eet, om dat wel mee te maken en op zich ook om het proces mee te maken van het dier naar het vlees dat uiteindelijk op je bord terecht komt. En ik denk dat het voor iedereen een hele goede ervaring zal zijn. Om dat gewoon een keer mee te maken. En ik zal nooit van mijn leven vegetariër worden, want daarvoor vind ik vlees te lekker. Maar ik weet niet, het geeft je toch wel meer zicht van wat het nou eigenlijk is dat je eet. Maar überhaupt gewoon dit werk hier in Noorwegen, dat is echt een gouden ervaring. Ik kan het op zich iedereen wel gewoon een keer aanbevelen om sowieso naar Noorwegen te gaan, want het is echt een prachtig land. Maar om ook zoiets te doen als dit, gewoon werken op een boerderij, omdat het is zo belangrijk werk eigenlijk. Want voedsel is zo belangrijk voor elk persoon. En wat, ja, waar het vandaan komt, dat is eigenlijk vooral gewoon boerderijen. En ik denk dat het gewoon voor iedereen heel waardevol is om te zien waar je eten nou vandaan komt en hoeveel werk er wel niet ingaat. Want dat sta ik nog steeds versteld van hoeveel deze mensen werken en hoe zwaar werk het is. Ik denk dat ik de vlog hier ga stoppen, want ik heb eigenlijk niks meer om te vertellen en ik moet beginnen aan het eten. Nou ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken, zodat ik al mijn haar kwijtraak. En laat een idee achter van wat ik in de volgende vlog kan gaan doen, wat je mij wil zien doen. Het liefst niet iets onmogelijks, maar ja, tot de volgende!